Even andere actualiteit. Gisteren opmerkelijk vond ik toch wel persbericht van de KNWU met een interne wissel bondscoach technisch directeur. Ja. Ik zie jou. Ja, nou ja, opmerkelijk. Had je het zien aankomen? Nee, niet direct. Ik begrijp het wel heel erg. Ik denk dat ze met Leo van Vliet de invloed van buitenaf hebben geproefd. En dat ze daar allemaal niet heel tevreden over waren. Tegelijkertijd, dat ik het niet verrassend vind, is vooral dat Thorwald nu al eigenlijk best wel dicht op die ploegen zat. Klopt. Nou ja, je hoeft het maar bij een WK rond te lopen. Of Thorwald was bij Johan en Johan was bij Thorwald. Wat ik wel verrassend vind, is dat ze dan in dat persbericht over een frisse wind rappen. Ja. Nou ja, als er één frisse wind niet fris is, dan is het deze wind wel. Want ze lopen gewoon, er al. We doen gewoon een interne stoelendans. Ja. Ja. Maar goed, ze zullen er hun redenen voor hebben. En ik denk dat ze de banen allebei kunnen doen. Volgens mij is namelijk bondscoach van Nederland helemaal niet zo'n hele moeilijke baan. Volgens mij kan jij het ook. Ja, maar ja, misschien zie ik het verkeerd. Misschien moet ik nog iets beter mijn rennersbestand weten wie waarheid. Maar, ja, maar hoeveel dagen in het jaar zou die baan nou inhouden, denk jij? Ja, dat zou hoogstens een week of drie zijn, denk ik. Met de Olympische Spelen misschien vier. Misschien zie ik het helemaal verkeerd, hoor. Maar nou ja, ik denk dat je wat gesprekken moet doen en dat je wat contacten moet onderhouden. Maar ik ben het met je eens. En renners die kwalificeren zichzelf wel met prestaties of zij het waardig vinden om waardig zijn om in een ploeg te rijden. Nou kan je natuurlijk niet altijd met alleen maar louter kopmannen starten. Voor WK's en dat soort dingen. Dus er kon natuurlijk wel iets aan. Ja, maar tegelijkertijd, ik sprak met Stef Clement laatst over Rio. En Stef zegt, ja, ik besef me heel goed dat ik daar niet in beeld ben. Want ik hoor niet bij de beste klimmers. Dus ja, die jongens zijn allemaal wel realistisch genoeg om te beseffen. Nou, dat is een wedstrijd voor mij, dat is een wedstrijd voor mij. En Qatar, dat gaat naar de jongens als Wippert en Van Poppel. Ja, dus Groenewegen, denk ik. Groenewegen, precies. Die rijdt zich aardig in beeld nu. Renners waren er dan niet in gekend, las ik in de wakkerste krant van Nederland. Ze hoeft natuurlijk ook eigenlijk niet te gebeuren. Of zeggen van nou, is eigenlijk best raar dat ze dat niet overleggen met de vaandeldragers, de renners die het doen. Nee. Maar ja, dat weet ik niet. Volgens mij niet. Nee, ja. Nee. Bij het voetbal gaan ze er ook niet eerst al Robert bellen wat hij van Nederland. Nee, ik wilde het net zeggen. Dat gaan ze inderdaad ook niet doen. Nee. Je mag hopen dat de KNWU daar zelf een beleid voor heeft. Ja, Lammens die wordt dus technisch directeur. Wat je net zegt, gaat niet zo heel veel veranderen. Nee, maar laat voorop staan dat Lammens natuurlijk ook gewoon heel erg goed gedaan heeft de afgelopen jaren. Dus, als je puur naar het resultaat kijkt. Ja. Want ik denk niet dat iedereen nu opeens gaat verwachten dat bij de mannen een heleboel medailles gaan winnen. Ja. Maar goed, hoeveel invloed heeft eigenlijk een bondscoach op de prestaties? Dat is natuurlijk ook de vraag. Ik bedoel, hij heeft Olympisch goud behaald met Marianne Vos. Ja. Daar weliswaar een team uit bestaan uit verschillende dames uit van verschillende merkenploegen zijn daar toch één team van weten te sneden. Ik heb sterk het idee dat zijn invloed bij de vrouwen groter is dan bij de mannen. Want die vrouwen gaan altijd in de winter samen op trainingskamp Zuid-Afrika. Ja, dat is gewoon ook een wereld die minder wordt gedomineerd door het grote geld van de commerciële ploegen. Dus dan heb je en daar waar als Nederland bond toevallig heel goed in. Ook dat, laten we dat niet vergeten. Dames heeft, maar daar heb je als bond ook wat meer invloed in. Daar kun je wat meer tegenaan bemoeien, denk ik. Ja. Maar goed, bij de mannen is het natuurlijk ieder jaar, en de Belgen is dan nog veel erger, en natuurlijk altijd de commotie over de ego's. Laten we wel weten dat komt natuurlijk altijd wel een beetje van pas richting EK's. Mm. Dit jaar Olympische Spelen. Is eigenlijk niet gek dat, goed, het is wel eens waar per 1 januari 2017. Dus Lammens is nog dit WK en Olympische Spelen. Ja, Qatar doen ze al samen. Qatar doen ze al samen. Maar de officiële overdracht stond er in het bericht. Dus 1 januari. Kan ze dat nu al bekendmaken? Ja, maar ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Er was toch ook al lang bekend dat Blind na 2016, na dat EK, wat we uiteindelijk niet gehaald hebben met voetbal, dat Blind de scepter zou gaan zwaaien. Dat was ook al ver voor. Kijk, en anders wordt niet bekend. Anders gaan wij kranten na een Olympische Spelen en een WK waar dat tegenvalt weer speculeren. Ja. Misschien wil ik aan wie we dat wel voor zijn. Ja, ja precies. Maar goed. Wat me trouwens wel opvalt, hè? Kevin de Weert is nu ook bondscoach bij België. Thorwald is ook nog niet verschrikkelijk oud. Nee. Maakt het nog uit in het wielrennen of je jong of oude bondscoach bent? Je zit er iets dichterop dan wij, denk ik. Ja, die jonge jongens, tenminste jong, zijn jonge bondscoaches. Die laten zich toch wel adviseren door maar hier dan Lammerts, die zal nog wel Thorwald Veenenberg bijstaan. En Kevin de Weert heeft nog wel een beetje de, Rudy de Bie om zich heen. Carlo Bomans. Ja. De Bie is van de veldrijders. Ja. Maar Bomans heeft nog wel om zich heen. Ja. Dus die laat zich nog wel informeren, denk ik. Ja. En een beetje overigens bijstaan. Is de veldrit bondscoachschap nog vakant, volgens mij? Niks voor jou? Ja. Nee, ik kan niet zo goed tegen kou. Dus, nee, maar kijk,
Johan Lammers was bondscoach, maar ik was in Richmond daar. En, mm-hmm. en Sebastian Langeveld, zijn koerskapitein, die is daar bijna net zo belangrijk in die, mm-hmm. in die voorbereiding richting die wedstrijd. Net met Geesink ook en andere grote, of wie was daar, Mollema. Kijk, die jongens, dat zijn geen, die gaan niet voor het eerst een wedstrijd rijden op het WK. Het is niet Tanzania of zo, die samen verzamelen. Kijk, Johan is daar voor de logistiek, voor de groepsmomenten. Het belangrijke wat hij heeft gedaan vorig jaar is Boom en help me even. Terpstra onder tafel krijgen. Is Langeveld ook bij betrokken geweest om gewoon een team te smeden richting Richmond. Kijk, daar is hij belangrijk in. Maar... En is hem fenomenaal gelukt, laat ik eerlijk zijn. Want over de koerstactiek kwam natuurlijk nog wel even gespeculeerd worden hoe dat was. Ze gingen weer door één deur, dat bedoel je. Sorry? Ze gingen weer door één deur daar. Ja. Ja, zeker. Nou ja, en als je de geschiedenis bekijkt, is dat toch wel een... precies van formatie misschien hebben we al heel erg overleefd, maar... Knap. Het was, ja, precies. Wat ik me nog wel een beetje afvraag. Kijk, Thorwald is natuurlijk een renner geweest die ook zijn wedstrijdjes wel heeft gewonnen. Ja, geen topper. Het is niet een man met een groot palmares. En bij egootjes werkt dat toch ook vaak zo. Waar luister ik wel naar, waar luister ik niet naar? Kijk, Lammers heeft, als ik me niet vergis, ook de Ronde van Vlaanderen nog gewonnen. Absoluut. Thorwald stond in zijn tijd ook altijd al bekend als een buitenbeentje. Als een man die het op zijn eigen manier deed. Dus dat is helemaal niks fout aan. Alleen... krijgt hij het overwicht. Dat is wel interessant. Ja. Dus, maar aan de andere kant, hij is natuurlijk geen onbekende daar. Dus... Nee, zeker niet. Nee. Hij hoeft zich niet voor te stellen aan iedereen. Nee. Goed. We gaan het volgen en binnenkort hopen we gaan mensen spreken.